De Lamborghini Aventador, de meest succesvolle sportwagen van het Italiaanse merk met een V12 motor achterin. Ja, en in december 2016 werd dan ook de 6000ste Aventador gebouwd. De 6000ste. Van de Diablo bouwde Lamborghini er uiteindelijk iets meer dan 2900. En van die Murcielago zijn er meer dan 4000 stuks gemaakt. En deze Aventador, ja, dat is dus de meest succesvolle supercar van Lamborghini. En de productie van dat bijzondere chassisnummer viel samen met de introductie van deze, de Aventador S. En wat maakt die Aventador nou tot een S? Nou, het is een restyling, maar ook een technische aanpak van de motor. Meer vermogen, vierwielbesturing. En hij is ook, ja, optisch aangepakt. Als je kijkt naar die achterste lucht inlaten, die luchtblokken, die zijn anders. En ook die neus, die hebben de, ja, hij heeft nu tanden zoals een slang. En ja, niet dat ik dat zelf verzin, maar kijk, Lamborghini benadrukt het zelfs. Ja, dit schaalmodel is van Look Smart, schaal 1:43. Dat hadden we al gezien, want anders denkt u, hij heeft wel heel erg grote handen. Is van Look Smart, kost ongeveer €140. Hij komt er in meerdere kleuren. Op dit moment dat ik dit filmpje opneem, is nog niet bekend in welke kleuren. Maar Look Smart zal dat inmiddels hebben vrijgegeven op het moment dat ik dit filmpje publiceer. Dit is in ieder geval, zoals u ziet, een gele. Het is wel een hele fraaie kleur. En het mooie aan deze kleur is, omdat die vrij licht is, komen die andere details heel mooi over. Zoals die motorafdekking in carbon fiber. Je ziet ook de carbon structuur er doorheen. Het is natuurlijk geen carbon, maar daardoor heb je wel het gevoel dat die authentiek is. En ook hier die grote blokken achterop, waardoor de lucht naar de V12 motor wordt gedirigeerd, komt dan heel mooi tot uiting. Ja, een fraai model. Ja, no comments. Sorry.